Komen er gewoon mes wat slangen. Joelle en Evelien werken bij de lunchroom die nu nog alleen takeaway is en zijn er wel klaar mee. Ik ben het spuugzat. Ja, ik kan nu niet zoveel doen en ik zie heel weinig mensen en ik kan nu niet met mensen afspreken. Terwijl ik dat wel heel fijn vind. Ik vind het gewoon jammer dat we gewoon niet kunnen winkelen of met meer mensen af kunnen spreken. En ook gewoon dat mensen s'avonds vroeger weer weg moeten. Netjes hoor. Kok Damaro Kalkman begeleidt de werknemers met koken en merkt ook dat de rek eruit gaat. Ze zijn vaker alleen geweest natuurlijk, of ze maken zich zorgen natuurlijk over het stukje vaccineren of corona zelf of een familie die ziek is. Je merkt ook, ja, ze zitten ook wat meer met zichzelf in de knoop natuurlijk, want ze kunnen het ei uiteindelijk nog moeilijker kwijt soms. Ik merk het aan mezelf wel dat ik gewoon wat meer geïrriteerd en chagrijnig word daardoor. Voor mij voelt het net alsof er, of er leegte is, leegte hier zo en overal eigenlijk, dat je gewoon niks voelt. Zo voelt het voor mij, eenzaamheid. Met koken voor de woongroep van zorginstelling Gemiva, waar Seidhof bij hoort, het geven van lessen. Als je kijkt naar de cliënten hier, voor ons is dat pittig, laat staan voor hun, om het ook goed te beseffen, te begrijpen en daarna te handelen. Voor de medewerkers, het is zorg. Dus op het moment dat er een lockdown is, dan gaat iedereen in de extra werkstand en gaan. En je merkt nu, omdat er een tweede lockdown is, dat je op een gegeven moment merkt dat mensen gewoon de energie moeten blijven vasthouden en pakken. En dat wordt verrekt lastig.